De lente barst in alle hevigheid los op het Groningse platteland. Het licht is terug. Voor kunstschilder René Jansen is het licht eigenlijk nooit weg geweest. De temperatuur stijgt, de mensen worden vrolijker, Rokjesdag is al achter de rug. In Kielwindeweer legt René de laatste hand aan een serie schilderijen die in Galerie Wilde Vuur worden geëxposeerd. René krijgt een aantal steekwoorden waarop hij een korte reactie geeft. Muziek. Ik zou niet weten hoe het zonder muziek verder moest. Stil leven. Is denk ik wel de rode draad in mijn werk. Ik maak ook wel andere dingen, maar stil leven is echt wel mijn ding. Past ook het beste bij me, denk ik. Verf. Ja, ik heb alles al geprobeerd eigenlijk. En olieverf past het beste bij me. Maar aquarel is de ultieme uitdaging. Schildersmedium. Een sneldrogend medium van talent. Favoriete schilder? Nou, er zijn in de loop der tijd verschillende geweest. Maar op het moment heb ik heel erg veel aan Andrew Wyeth. Angst. Ik leef niet met angst. Wijn, vibe en gezang. Nou, dat is wat al het andere draaglijk maakt, zullen we maar zeggen. Galerie Wilde Vuur. Dat is een van die galeries waarvan je zou kunnen zeggen dat het meer dan een galerie is. Alkietverf. De laatste jaren gebruik ik dat heel erg veel. Het is makkelijk in het onderschilderen, het droogt lekker vlot. En je hoeft niet dagen achtereen te wachten voordat die verf droog is. Vlieland. Dat is mijn tweede thuis, ongeveer. Museum Meulman. Een heel bijzonder verhaal. Mensen met een ongelooflijk doorzettingsvermogen die koste wat kost voor de kunst dat willen realiseren wat ze zich voor ogen hebben gesteld. En dat lukt dan ook nog. Ook met heel veel tegenslag, maar het lukt hun gewoon. Film. Silence of the Lambs. Muziek. Op het moment is dat Miles Davis, Kind of Blue. Vrouw. Mijn steun en toeverlaat. En zonder haar zou mijn leven een stuk chaotischer zijn. Paletmes. Net zo belangrijk als een penseel. Ergernis. Oppervlakkigheid.